Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Of welkom als je nieuw bent. Vandaag heb ik een cleaning motivation video voor je. En ik hoop dat hij bomvol motivatie voor je zit om je huis even lekker aan te gaan pakken. Bij mij is het tijd om de bovenboel aan te gaan pakken. We zijn inmiddels bijna 2 weken terug van vakantie en het is hierboven nog niet heel goed schoongemaakt en stofvrij gemaakt eigenlijk. En omdat we ook gewoon allebei aan het werk zijn geweest en in de weekenden ook niet altijd schoon willen maken, ja, is het gewoon eventjes blijven liggen. Maar vandaag ben ik vrij en heb ik gewoon tijd en zin om de bovenboel goed aan te gaan pakken. Dus ik hoop dat je de video zo meteen motiverend vindt. Als dat zo is, vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te geven en je te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Laten we snel gaan beginnen. Mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart, everything just falls apart. So I just close my eyes and dream about our kids and how they're running around. Won't you come and lay down next to me? Close your eyes and we'll be free. I'll keep my head high while we're crossing the land with all the minds we lay down. Sometime. But I won't give up, though I know it's tough. We need to break our patterns. It's better now than after we have drifted off too far. Let's tear down these walls. Our destiny has called. We're walking down a path, and the wind will change at last. Like a song about closer to you. Drinking courage from my red cup now. I will soon make a move. Waar ik dus heel nieuwsgierig naar ben, is bij wie het doen van een badkamer ook het minst favoriete klusje is van heel het huishouden. Op de een of andere manier heb ik hier echt nooit zin in. Het doen van het toilet, dat valt dan allemaal nog wel mee, dat vind ik dan niet zo erg. Maar het uitdoen van de douche, elke keer met antikaal, ja. Ik heb gewoon nooit altijd echt veel zin in. En het doen van de wastafel, nee, daar heb ik ook niet zoveel zin in. Dan probeer ik het wel bij te houden door de wastafel iedere dag af te drogen. Als we 's morgens weggaan naar het werk. Maar toch, ik blijf dit het minst leuke klusje vinden van heel het huishouden.
Ik ben benieuwd of jij dit ook zo hebt. Of dat jij juist iets anders echt verschrikkelijk vindt. Ik ben wel benieuwd. Dus laat het ook zeker achter bij de reacties. Een tip tussendoor die ik kreeg van een vriendin van mij. Amber, als je dit ziet, super bedankt. Ik ga hem ook eventjes delen met deze kijkers. Als je niet zo heel veel tijd hebt om telkens je douche goed schoon te maken met antikal, spuit hem dan in net voordat je het schoonmaken met antikal, als je weet dat je na het schoonmaken in de douche wil. Als je klaar bent met schoonmaken, ga je lekker in de douche. En wanneer je de douche, als je klaar bent met douchen, spoel je hem eventjes helemaal af. Maar vaak doe je de douche toch al uit nadat je klaar bent met douchen. En hij is wel helemaal schoon. Stop and wondered why
We let our love shine all through the night. Just you and me, babe, until the morning light. The morning. Zo, dit was het voor deze video. Ik hoop dat je gemotiveerd bent om ook iets aan te gaan pakken in jouw huis. Ik ga nu heel eventjes op de bank zitten, want het is warmer vandaag dan ik in eerste instantie had gedacht. Ik zweef nog al een beetje, dus ik ga even lekker relaxen. Ik hoop dat je de video leuk vond. Vergeet hem dan zo meteen zeker niet een duimpje omhoog te geven. En je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Iedere woensdag om 5 uur heb je een nieuwe schoonmaakvideo. En iedere zondag om 11 uur 's ochtends heb je een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!